In het uiterste noorden van Groningen, achter de Zeedijk, ligt een bijzonder stukje Nederland. De Eemshaven. Het is een van de grootste bouwputten van ons land. Er wordt hier zo'n 6 miljard euro geïnvesteerd. In die bouwput werken mensen. Heel veel mensen. Samen maken ze de Eemshaven tot het succes dat de haven momenteel is. Veel inwoners van de dorpen rond de Eemshaven verdienen er inmiddels hun brood. Drevens Wilderman uit het Zand is een van hen. Hij werkt al 9 jaar in de haven. De wekker gaat en de werkdag begint. Nou, dan ga ik eruit en dan wassen, omkleden. En dan maak ik mijn shakeje klaar en dan stap ik in de auto. Drevens is bedrijfsleider bij Conwat. Een dienstverlenend bedrijf gevestigd in het hart van de haven. Dagelijks vertrekt hij, goed gemutst, naar zijn werk. Dan rij ik al genietend naar de Eemshaven. Ja, dan kijk je op de landerij en daar is een boer bezig en daar is een cowboy aan het werk. En daar lopen een paar paardjes en daar lopen een paar koeien. En iedereen die ontwaakt, om het zo maar te zeggen. En dan rij je zo via de grote weg naar de Eemshaven. En dan rij je op een gegeven moment op de hoogte van Robbenplaatweg, rij je echt de Eemshaven binnen. Dan denk je van nou, daar ben ik ook thuis. Wij doen veel, nou, moet je zien, toch wel veel werktuigkundige acties, zeg maar. Dus het lastwerk, het constructiewerk. Hoe ver ben jij hiermee heen ongeveer? Ik ben bijna klaar. Wij zitten op schepen, dus op nautisch vlak, zeg maar. Maar ook industrieel en bij bouwprojecten. Vragen ze ook om hulp. Dus het is eigenlijk full service. We hebben nu de bus, dat ligt in Eemshaven, een grote platform die dus de windmolenpark in Duitsland boven Borkum gaat realiseren. Nou, heel veel onderhoud en reparaties en vooral aanpassingen moeten gedaan worden. Als je dit op twee kringen ziet, dan denk je van nou, hoe groot is dat? Dat is inderdaad 6 meter hoog. Hele grote constructies, waar dus wel een hele grote aggregaat op komt te staan. Het platform ligt aan de kade van de Julianahaven. Het wordt gebruikt voor het plaatsen van windmolens op zee. Hey Marco, we moeten op denken dat we de dingen tank. Ja. Hij gooit langzaam brand op erin. Waar moet je op denken? Wij ontzorgen heel veel. Bedrijven die komen toch, die lopen tegen dingen aan. Wat ze op dat moment niet, want je hebt hier immers niks in de Eemshaven. Niet direct binnen handbereik. En als je dan ziet wat wij als bedrijf toch wel kunnen doen en kunnen regelen. Wij kennen natuurlijk heel veel mensen om ons heen. Dus als wij het zelf niet in huis hebben, dan weten wij een bedrijf in de buurt die het dan kan. Wij schakelen daar stijgerbouwers binnen, wij schakelen daar kraanbedrijven binnen. Maar ook engineeringsbureau om ze boel op te meten en uit te lezen enzovoort enzovoort. Dus het is, dan hebben zij die zorgen niet meer, dan leggen ze bij ons neer. Ja, en ik slaap soms een nachtje niet, maar dan is het allemaal regelen. En dat is natuurlijk fantastisch. En als je dan een hele goede club met jongens om je heen hebt, ja, dat geeft iedereen een boost. En ik denk dat dat gewoon heel erg leuk is. In het noordelijkste deel van de Eemshaven ligt de aankomst- en vertrekhal van de Borkumlijn. Vanaf hier vertrekken dagelijks passagiersboten naar het Duitse eiland Borkum. De exploitatie is in handen van een Duits bedrijf, AG Ems. Maar de bedrijfsleider is dan weer een Nederlander. Rolf Bouwmans is zijn naam. En hij woont net achter de dijk in Oudeschip. Hij begon als schoolverlater helemaal onderaan de ladder. Ik ben in februari 1990 in de Eemshaven begonnen bij AG Ems. Eigenlijk als manager van alles. Schepen vastmaken, bagage, ticketverkoop, wat iedereen doet in de Eemshaven. En ja, langzaamaan dan wat opgegroeid binnen het bedrijf. In 2005 ging de toenmalige adjunct-directeur Jans Blok met pensioen. En toen werd ik dus gevraagd om zijn functie over te nemen. Het bevalt heel erg goed. Na 21 jaar AGM's in de Eemshaven kan ik alleen maar zeggen, dat is, het is een mooi bedrijf en het is echt een mooi vak. AGM's was in 1976 het allereerste bedrijf dat naar de toen nog maagdelijke Eemshaven kwam. De Eemshaven was nog niet eens helemaal klaar. Toen voer AGM's al met zijn schepen naar Borkum en ook met de zogenaamde boetevaten destijds. Het eerste bedrijf van de Eemshaven, mag ik wel zeggen. Daar zijn we wel een beetje trots op. Op dit scherm zien we alle schepen van de rederij die onderweg zijn, zeg maar. De Wapper van Borkum is vanmorgen uit Delfzijl vertrokken naar de Knok, naar de overkant van de Eems. En is nu onderweg naar Borkum toe. En dit is het schip de Münsterland die vast in de Eemshaven vaart. En daar gaan we straks mee naar het eiland Borkum toe. Inmiddels is de Münsterland aangekomen en kunnen de passagiers aan boord. Vanuit de Eemshaven vertrekken dagelijks meerdere boten naar Borkum. Op jaarbasis worden zo'n 350.000 passagiers en 40.000 auto's vervoerd. Hoewel ze ook vanuit het Duitse Ende naar Borkum kunnen, kiezen toch verreweg de meeste Duitse toeristen ervoor om vanuit de Nederlandse Eemshaven te vertrekken.
Vanuit Emden varen met een groot schip waar we nu op staan, varen ze 2 tot 2,5 uur. En vanuit de Eemshaven is ze overtocht ongeveer 3 kwartier tot 50 minuten. Voor de passagiers rijden ze misschien 10 tot 15 kilometer verder naar de Eemshaven toe over de weg. Maar door de korte oversteek en daardoor dus ook de geringere kostprijs voor de boottickets, verdienen ze dat heel gauw weer terug. In de Eemshaven beginnen de bootlieden Marcel Mos en Jacques Slachter aan een bijzondere klus. Het vastleggen van de Celebrity Silhouette, een enorm cruiseschip dat vanuit de Eemshaven gaat proefvaren. Vastleggen, dat is een vak apart. Wij hebben vergunningen. Wij zijn daarvoor gekwalificeerd middels een bootliedendiploma. En als zodanig zijn wij ook de enigste die hiervoor in aanmerking komen. Achterste ponton, oké dan. Met vastzetten, Jacques. Voordat de Celebrity Silhouette kan binnenlopen, moeten Jacques en zijn collega's nog een paar pontons op de juiste plek leggen. Vanaf deze pontons zal het cruiseschip worden bevoorraad. Ja, dit is goed zo hoor. Hou vast! Jo, Marcel heeft hem vast. Ik haal de kracht er even op. Jullie zien de heftrucks hier al. Dus een hele hoop bevoorradingsspul wordt met kraan op de pontons gezet. De heftrucks rijden hem voor de deur. Zo gaan ze het schip bevoorraden. Nu de pontons op de plaats liggen, is alles klaar voor het binnenlopen van de Celebrity Silhouette. Jacques heeft al veel cruiseschepen de Eemshaven binnengeholpen. De allereerste, de Galaxy, die in 1996 de haven aandeed, heeft grote indruk achtergelaten. Het was een groot feest met partytenten. En ook de uitnodiging met rondleiding aan boord was heel erg leuk. Menigmaal zijn we verdwaald aan boord. En dan moet je toch echt even zoeken terug naar de uitgang. Maar sowieso is het, een belevenis geweest. Er is geen dag gelijk. Het is, je hebt altijd ander weer, je hebt altijd andere schepen. Ja, het is voor mij elke keer is het een verrassing. Hier rijden we recht op RWE af. Eens kijken hier op een beton. Hè? Het bedrijf van Brewers Wildeman is bij veel van de recente ontwikkelingen in de Eemshaven betrokken. Nu op weg naar de Wilhelminahaven, die met 600 meter wordt verlengd. Dat is nodig voor de aanvoer van brandstof voor de nieuwe energiecentrales. Enorme schepen zullen straks de kolen en biomassa aan de kades gaan lossen. Brewers is, samen met een grote aannemer, verantwoordelijk voor de aanleg van de kades. Kijk, maar die jongens zijn hier dus allemaal aan het werk op de plant. En hier over deze loopbrug, hier over de weg heen. Aan die kant, daar zijn alle kantoren. En daar hebben ze de gelegenheid om een kopje koffie te nemen. Dus die jongens die lopen ook de hele dagen, lopen ze heen en weer. Op dit moment zijn de mannen van Drewes bezig met het plaatsen van zogeheten fenders. Deze enorme stootkussens, die langs alle kademuren worden geplaatst, moeten voorkomen dat binnenkomende schepen de kademuur rammen. Nou, je kan je wat bij voorstellen natuurlijk, hier komen straks de zware schepen aan. En die leggen hier dus aan. En waarom is dat rubber? Ja, om toch de hardheid eruit te halen. Dus ze kunnen hier zachtjes de aanlanding maken, zeg maar. Nou, zoals je ziet, hier op Zuid hangen ze allemaal. We demonteren hier achterheen, ze moeten weer demonteren, ze moeten ze nog weer bij. En op Noord zijn we nu bezig, zoals je ziet. Er missen nog een aantal, dus de kettingen moeten we nog ophangen. Nou, dat stuk grond daar, die dijk daarachter, die wordt dus straks doorgebroken om dus de toegang te krijgen naar deze haven toe. De kade wordt op één plek aangepast. Daarom moet de eerste vender in de rij er weer uit. Hey, Lillo's. Hey, kerel. Goed, jongen. Ja, goed. Gaat mooi. Ja. Zijn ze een beetje, zijn ze wel los te krijgen? Ja, gaat op zich goed. Aan de andere kant is heen. We hebben ze zelf aangetrokken, toe, dus zit wel vast. We hebben enorm mazzel met weer. Af en toe dan waren we het hard. Dus die dingen wegen toch tussen de 15 en 20 ton. Klusje geklaard. De Münsterland is bijna bij Borkum, precies op schema. Maar of de schepen van de Borkumlijn in de toekomst aan dat strakke schema kunnen vasthouden, is de vraag. Toenemend scheepvaartverkeer in de monding van de Eemshaven dreigt roet in het eten te gooien. Wat straks kan gebeuren is als die grote schepen binnenkomen met kolen of olietankers of zo. Dat kan voor ons enige vertragingen opleveren als wij op dat moment binnen willen lopen in de haven of uit willen varen. Wij hebben aansluiting op het openbaar vervoer in Duitsland, in Emden. Vanaf volgend jaar dan wordt er ook vanuit Brussel komen er EU-richtlijnen in. Die ook gelden voor cruiserederijen en veerrederijen, dat je passagiers moet gaan compenseren bij vertragingen van een x-aantal minuten. Wat nu ook wel geldt voor vliegtuigmaatschappijen. Ja, dat gaan jullie niet betalen?
Als dat dus komt door zulke grote schepen waardoor wij moeten gaan wachten, dan gaan wij dat zeker niet betalen. We hoffen, Sie hatten eine angenehme Überfahrt, wünschen jetzt einen schönen Inselaufenthalt. Den Insulanern einen guten Heimweg und wir freuen Sie, bald wieder an Bord begrüßen zu dürfen. Dit is de Borkumer Kleinbaan. Hiermee vervoeren wij al onze passagiers van de Veerhaven naar het stadje toe. Een totale lengte van 7 kilometer. Gewoon als een extra attractie. De Celebrity Silhouette ligt inmiddels in de monding van de Eemshaven. Het schip dat op de Meijerwerf in Papenburg is gebouwd, gaat vanuit de Eemshaven proefvaren. Het biedt plaats aan bijna 3000 passagiers en ruim 1200 crewleden. Het schip is bijna 320 meter lang. Jacques Slachter en Marcel Mos wachten op het sein dat zij de trossen aan wal kunnen brengen. Ja, dit is echt een groot schip hoor. Je kan nu zien door de diepgang van het schip en het hele schroefwater dat het modder van de bodem komt zelfs omhoog. Jacques Slachter doet het werk al 21 jaar. Hij heeft de Eemshaven steeds drukker zien worden. Het was in het begin enkele jaren uiterst rustig. Dat onze hoofdzaak toch wel in Delfzijl lag. Dat we sporadisch in Eemshaven kwamen. Op het moment is het zo dat wij veelal in Eemshaven bezig zijn. Sporadisch een keer in Delfzijl aan het werk gaan. De stuurman die staat daar in het open luik. En die geeft commando's aan zijn bemanning om trossen te laten zakken. Die gaan wij dan met de boot ophalen en met hetzelfde moment geeft de stuurman een aanwijzing waar hij die tros wil hebben. Daar brengen wij hem dan naartoe aan de wal. Hij gaat helemaal goed. Ik denk een beetje om de verf, sorry. Er wordt net even 10 euro uit het water gevist. Die gaan we wel eventjes delen trouwens. 10 euro. Makkelijk rijk worden. Ja, de BVD3 is er ook klaar mee en die gaat ook maar weer op huis aan. Tot de volgende keer. Ondanks de slechte weersomstandigheden, er staat behoorlijk veel wind, is dit toch een vrij eenvoudige klus geweest. Het is een heel mooi plaatje. Het is een reclameplaatje voor de Eemshaven. Ja, absoluut. In de Julianahaven ligt de Amadeus aan de kade. Het is een Ierse vissersboot die wekelijks de vangst lost in de Eemshaven. Als het schip technische problemen heeft, wordt Drewes ingeschakeld. Hey, hi man. Hi, how you doing? Oké, alright. The cats are good. The cats is oké. Ja. Oké. It's getting better every week. Big crabs, ja. Yeah? Yeah. Oh, yeah. Oh. Kijk eens even. Je bent echt, die zoek je uit, hè, de Chinees. De kreten, als ik ze zo in een aquarium zie liggen bij een van een restaurant, zo, dat is niet direct mijn eerste keus. Nee, dan kibbeling en zo, dan kom ik tegen een lekker gebakken visje, dat vind ik nog wel lekker. Maar dit is, dit is de inkomen voor die jongens. En hier draait alles om. The big ones. Money. Voor de Amadeus doen wij eigenlijk alles, het complete onderhoud. Tegenwoordig is het zo dat heel veel mensen, zoals dit schip ook, die heeft eigenlijk geen technische jongens aan boord. Het zijn een koppel enthousiaste jongens bij elkaar die gewoon weken op zee zitten. En twee keer in de week de Eemshaven aandoen om spul te lossen. Nou, daarbij hebben ze natuurlijk wc'tje verstopt of elektronica problemen. Maar ook railingwerken, motoren vervangen. Een paar keer per maand zitten we zeker op het schip. Onder in het schip werken medewerkers van Drewes aan het oplossen van een motorisch probleem. Zodat de Amadeus zo snel mogelijk terug kan naar zee. Het is altijd winderig in de Eemshaven, maar je ziet iedereen altijd vreselijk enthousiast aan het werk. Dat is gewoon leuk. Kijk maar om je heen. Eigenlijk hoef je helemaal niks te vertellen. Je ziet de heftrucks rijden. Er is altijd wat te doen. En iemand die verder als de dijk woont, die heeft niet altijd een idee wat hier allemaal gebeurt. Maar er gebeurt zoveel. Het is zo leuk. Ja. Ik kan beter naar het noorden rijden dan naar het zuiden in dit geval. Ja. Maar dit is het leven in Eemshaven. Fantastisch.